Hartelijk dank, Rick, voor deze mooie en stressopbouwende inleiding. Dames en heren, ik moet eerst nog enkele technische handelingen uitvoeren om de kwaliteit van de presentatie helemaal perfect te hebben. Ik denk dat we er ongeveer wel zijn. Geachte dames en heren, of mag ik zeggen, beste studenten, ook in mijn naam heet ik u vanavond van harte welkom op mijn TechBoost-les. Het is ongeveer 25 jaar geleden dat Julien Droek, toenmalig docent voor het vak kustwaterbouwkunde of coastal engineering in het Engels, dat hij de ambitie had om naast het doseren van het vak ook een onderzoeksgroep op te richten rond coastal engineering. En een van zijn eerste activiteiten, Julien, zeg me als ik lieg, ik weet dat u hier ergens bent, ik zie u, hier. Een van de eerste activiteiten van Julien was natuurlijk om een jong, beloftevol wetenschappelijk medewerker aan te trekken om hem te steunen in die taak. En u raadt het al, ik heb dat contract in de wacht kunnen slepen. En samen hebben we gedurende vele jaren onze onderzoeksgroep waterbouwkunde kunnen uitbouwen. We zijn eigenlijk vertrokken met pen en papier. En ik denk dat we na al die jaren erin geslaagd zijn om een internationaal erkende onderzoeksgroep uit te bouwen rond coastal engineering. Intussen is Julien met welverdiend pensioen en heeft Andreas Kortenhaus ons team komen versterken. Ik ben zeer dankbaar, eerst en vooral aan de faculteit, maar ook aan u als individuele deelnemer aan deze TechBoost-avond voor de aandacht die u ons als onderzoeksgroep geeft. En ik beloof u op mijn communizieltje dat ik vanavond een mooi verhaal zal vertellen. Het verhaal zal ik verpakken niet als een saaie opleisting van alle onderzoeksresultaten die we verkregen hebben gedurende de voorbije jaren, maar het zal een echte les worden in de ware zin van het woord. Het krijt ligt al klaar. En ik zal proberen om toch die fundamenteel theoretische begrippen waarvan ik vind dat u als deelnemer aan een waterbouwkundeles dat u die moet kennen, dat u die kan meedragen en morgen verder kunt verspreiden in uw omgeving. Goed, ik sta hier vanavond vooraan, maar natuurlijk het werk dat ik zal presenteren is niet enkel mijn werk. Integendeel, het is het werk van dit team van zeer fijne mensen, de mensen van de afdeling weg- en waterbouwkunde van onze vakgroep civiele techniek. En de eerste bedoeling was om hen hier vanavond mooi op het podium klaar te zetten, om hen allemaal iets te laten vertellen. Maar goed, logistiek werkte dat niet. Philip kreeg al grijze haren van dat idee. Maar ze zijn er vanavond en u kan met hen kennis maken straks tijdens de inderdaad zeer indrukwekkende receptie, waar ze heel wat demo's tonen en waar ze naast posters en video's klaarstaan om samen met u te discussiëren over onze meest recente onderzoeksresultaten. Goed, ik stel voor dat we ons onmiddellijk beginnen op te warmen en dat we beginnen met een korte inleiding om in het ritme te komen van de coastal engineering. En laat me beginnen met het grote belang van het vakgebied voor te stellen. U heeft er geen idee van, beste mensen, beste studenten, hoe belangrijk het vakgebied kustwaterbouwkunde is. We ontwerpen kustwaterbouwkundige constructies en waarin verschillen die van constructies zoals een torengebouw of een brug? Ik heb een bepaalde definitie. Wel, kustwaterbouwkundige constructies zijn die constructies die met de teen in het water staan, zoals ik dat noem. Dat betekent dat we langs de kustlijn bouwen. En door die specifieke locatie komen die constructies onder een zeer specifieke belasting, de golfbelasting. En dat vind je nergens anders in de bouwkundige wereld. En ten derde, opnieuw door die specifieke locatie, hebben ze een zeer significant effect op het sedimenttransport. En daar moet je als ontwerper heel erg rekening mee houden, natuurlijk. Ik heb een aantal, ik denk
illustratieve foto's meegebracht. De eerste foto toont een typische kustwaterbouwkundige constructie. Het is een caisson-golfbreker. Dat is een constructie met een verticale wand die een gebied erachter probeert te beschermen tegen de invallende golfenergie. Maar u ziet dat dat niet helemaal lukt. Er is een zeer belangrijk fysisch proces dat we golfoverslag noemen, dat dat ertoe in staat is om een deel van de energie toch over de structuur liever heen te transmitteren. Een andere, misschien meer gekende constructie is de stortsteengolfbreker te Zeebrugge. U ziet hem bijna niet meer. Het is deze constructie. Hij is een stukje verborgen onder de oplopende en de overslaande golven. Die constructie moet de haven die erachter ligt beschermen opnieuw tegen de invallende golven. En dan deze foto hier helemaal onderaan. Daar is het de bedoeling dat ik de klassieke dijk voorstel. U kent wel de dijk van onze Vlaamse kusten, maar de dijk was onvoldoende hoog. Of de golven waren te hoog voor de dijk, zodanig dat het dorpje erachter en zeer specifiek het kerkgebouw misschien wel al een kustwaterbouwkundige constructie mag genoemd worden, omdat ze in contact komt met de golven. Dit soort problemen proberen we natuurlijk ten alle tijde te vermijden. Onze kustwaterbouwkundige constructies moeten een bepaald gebied erachter, het kustgebied, beschermen. En die kustgebieden die zijn wat men met een lelijke Engelse term hotspots noemt. Er zijn heel veel functies die in die kustgebieden plaatsgrijpen. Economische, ecologische, toeristische functies. Er gaat heel wat kapitaal om in die gebieden, dus die moeten kost wat kost beschermd worden. En misschien een vraagje voor jullie. Weten jullie hoeveel van de 10 grootste steden ter wereld er langs de kust liggen? Heeft u daar enig idee van? Zijn het er 5? Zijn het er 10? Zijn het meer of minder dan 5 constructies? Wie zegt minder dan 5? Ja, dat is een zeer suggestieve vraag natuurlijk. Het zijn er meer. 6, 7? Dames en heren, beste studenten, 8 op de 10 grootste steden ter wereld liggen langsheen de kustlijn. Om maar het belang van de coastal engineering in te schatten. En als we dan kijken naar demografische studies, dan spelen we natuurlijk met de getallen. En op dit moment leeft 40-45% van de wereldbevolking in een strook van 100 kilometer van de kustlijn. Dus quasi de helft van de mensen op aarde hebben te maken met de verdediging van hun kustzone tegen golven en stroming. En je kan er natuurlijk naar kaarten kijken, zoals deze, die voor Noord- en Zuid-Amerika een inschatting ingeven van de demografische evolutie. Het aantal mensen dat migreert naar kustzones. En hoe donkerbruiner, hoe meer mensen gemigreerd zijn. En u ziet natuurlijk dat het vooral langs de kustzones is dat de mensen gaan migreren. Ter illustratie, voor onze eigen Vlaamse kust, een luchtfoto van Blankenbergen. En u kan natuurlijk allemaal zien wat voor een kapitaal en wat voor een functies, zoals de haven, toerisme, residentiële bewoning enzoverder, mobiliteit, er moeten beschermd worden. Ik heb zelfs een kaart gekregen van een studie van het waterbouwkundig laboratorium die aangeeft dat vandaag de dag 400.000 inwoners langs onze polders in een gebied wonen dat qua peil onder het jaarlijkse hoogwater ligt. Dus die mensen kunnen minstens 1 keer per jaar een overstroming meemaken. Vandaar natuurlijk dat de kustverdediging, zoals we die noemen, van primordiaal belang is. Het is niet enkel bij ons dat we die bescherming nodig hebben. Dit vond ik een zeer illustratieve foto van een kustlijn ergens in de staat New York. En u ziet dat dit het zandstrand is. En dat moet natuurlijk beschermd worden met een kustverdediging, omdat er heel wat kapitaal en heel wat mensen dienen beschermd te worden. We hebben 2 soorten kustverdedigingssystemen om daar een oplossing voor te bieden. We spreken klassiek over
de harde kustverdedigingssystemen versus de zachte kustverdedigingssystemen. En ja, de naam zegt het al, harde kustverdedigingssystemen worden gebouwd met harde materialen zoals beton en stortsteen. En de zachte kustverdedigingssystemen bestaan meer uit zand en natuurlijk materiaal zoals grassen. Laat me heel snel proberen om een aantal van die harde en zachte kustverdedigingssystemen de revue te laten passeren om u toch een beeld te geven over het type constructies dat we ontwerpen of waar we onderzoek doen naar de performantie van dat type constructie. Deze eerste foto is mijn lievelingsfoto die ik als eerste foto toon tijdens de beginles van Coastal Engineering. Het is een foto van een haven die beschermd wordt door een stortsteengolfbreker, ergens in Denemarken. En u kan heel goed zien dat zo'n golfbreker de haven beschermt tegen de invallende golven. Via een vrij eenvoudig mechanisme van het opeenstapelen van een aantal stenen. En dit is natuurlijk maar een lokale verdediging van de kustlijn. We hebben ook andere lokale verdedigingsmechanismen, zoals de caissongolfbreker, die ook al eerder getoond is. En hier hebben we een toepassing van een caissongolfbreker in zeer diep water, ergens in Mexico, die een aanlegstijger voor een olietanker beschermt tegen de invallende golven. De meest klassieke kustverdediging die we kennen is onze klassieke dijk. Zoals hier een stukje dijk tussen Westende en Middelkerke. En de dijk beschermt het hinterland over vele lange kilometers tegen de aanval van golven en waterpeil. Want dat is de belasting waar we mee te maken hebben. Gelukkig is er naast de harde kustverdediging ook zachte of natuurlijke kustverdediging. U herkent hem al, de duinengordel, die een zeer natuurlijke verdediging geeft tegen golven en waterpeil. En gelukkig hebben we nog wel een aantal kilometers duin in het Vlaamse land. En als we die niet meer hebben, kunnen we toch op een artificiële, zal ik maar zeggen, manier proberen om met zand onze kust te verdedigen via wat we noemen een zandsuppletie, waarbij met een baggerschip zand naar een locatie gebracht wordt. Dat zand wordt op het strand gepompt en in profiel gebracht, zodanig dat het nieuwe zandstrand in profiel de golven en het water van de dijk wegduwt. Gelukkig heeft onze Vlaamse overheid jaren geleden al ingezien dat die oude harde kustverdediging, die een echte lijnverdediging was, dat die de tand destijds niet kon doorstaan. Vandaar dat men toch al een aantal jaar bezig is om onze oude harde kustverdediging te voorzien van een zachte component. Men gaat als het ware een zandsuppletie bouwen voor de oude structuur. En het voordeel van die oplossing is dat die heel adaptief is voor een mogelijke zeespiegelrijzing. Deze figuren geven een wat beter beeld. Dit is de oude kustverdediging, de harde dijk die de stad beschermt tegen de aanval van golven en waterpeil. En soms moet daar een stormmuurtje opgebouwd worden om de golfoverslag enigszins te reduceren. En wat heeft de Vlaamse overheid beslist? De Vlaamse overheid heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw strand gebouwd wordt, een zachte buffer voor de harde dijk, die ervoor zorgt dat golven eerder breken en op die manier hun energie verliezen. Dat is een zeer goed idee, maar wat is nu het ingenieursprobleem?